aan de Kanaaldijk in Koedijk, in een landelijke omgeving, maar toch dichtbij alle voorzieningen, vindt u deze unieke stolboerderij uit 1836. Dit gemeentelijk monument is in 2015 volledig gerenoveerd, geïsoleerd en van alle gemakken voorzien. Deze stolp is centraal gelegen, nabij Bergen, Alkmaar en Herugewaard. Dicht bij het bos, de duinen en het strand. De moderne woning heeft een eigenzinnig karakter doordat er vele originele elementen bewaard zijn gebleven. Zo heeft de woning een origineel vierkant dat in de gehele woning zichtbaar is. De prachtige schouw, voorzien van een nieuwe houtkachel en de authentieke voorgevel met zonnerakken en traditioneel pannenspiegel, zijn karakterbepalend. We gaan naar binnen en komen via de entree in de ruime hal met toegang tot het toilet en de grote inpandige berging. We lopen meteen door naar de royale living. Hier is er gelijk contact met het centrale gedeelte van de woning. Aan het centrale gedeelte grenzen een werkkamer, een wasruimte, een slaapkamer met badkamer, de woonkamer en de trap naar de bovenverdieping. Aan de voorzijde van de stolp een zithoek met houtkachel en de ruime woonkeuken. Deze keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De gehele benedenverdieping is voorzien van een betonnen vloer met vloerverwarming. De karakteristieke kenmerken van de woning zijn vanuit elk perspectief zichtbaar en door het opengelaten vierkant is er een zeer ruimtelijk effect gecreëerd. Aan de achterzijde de aan de tuin gelegen woonkamer. Deze is licht en ruim. We vinden hier een imposante schouw die op dit moment alleen dient als eyecatcher. Deze geeft een knus gevoel aan de moderne ruimte. Aan de zijkant de werkkamer of logeerkamer natuurlijk. Verderop nog een slaapkamer met eigen badkamer.
De centraal gelegen trap leidt naar de bovenverdieping. Op deze verdieping vindt u 2 slaapkamers en een badkamer voorzien van een dubbele douche, toilet, lichtbad en dubbele wastafel. De ruime entresol biedt de mogelijkheid voor het creëren van extra kamers. Via de tweede trap komen we in de zolderkamer, die uiteraard ook kan dienen als slaapkamer. De bijzonderheden zijn nog niet op, want eenmaal buiten is de woning aan beide kanten gelegen aan het water. Aan de voorkant het Noord-Hollands Kanaal, met aan de horizon de Schorrelse duinen. En aan de achterkant een vaar- of schaatswater waarover u door het hele dorp kunt varen of schaatsen. De achtertuin kijkt vrij uit op het water en een bomenpartij. Om de sfeer van deze unieke woning te proeven bent u van harte welkom. Wij leiden u graag rond en willen u graag ter plaatse nog veel meer vertellen over de bijzondere kenmerken en mogelijkheden die deze locatie u biedt.